De prehistorie begint op 6 september 1940 met de geboorte van Racing Basket Mechelen. Het waren leden van de toenmalige tennisclub die opteerden voor basketbal omdat ze ook tijdens de winter wat wilden doen. Het is een heel, heel lang verhaal. De eerste trainer is reporter Robert Brouwer. De eerste vedetten zijn Albert en Jacques Maas. En de eerste voorzitter is deze man Esmond Mariën. Penningmeester bij de stichting in 40, dan 9 jaar aanvoerder, wordt hij voorzitter in 1948. Hij is vertrokken voor een erg lange termijn. Een record in het Belgisch basketbal. Stuurman sponsorbrouwer Theo Maas wordt de opvolger. Hij geeft Racing de doopnaam mee op 1 augustus 1972. Racing Maas Pils. Maar in feite had het Racing Theo Maas Pils moeten zijn. We belanden in de jaren 50, de aanloop naar een basketbaldroom. De pioniers van toen bouwden. In de jaren 60 mag geoogst worden. Racing klimt zachtjes aan naar de top. In 1961 wordt deze foto geschoten van de hele familie. In het vaandel staat nog steeds Racing Basket Tennis. De jaren 60 worden de Golden 60s voor het Mechels basketbal. Op naar de eerste beker. Eerste beker in het seizoen 63-64. Na Semai 4 keer, Brabo, Racing Brussel, Royal 4, Antwerpse, VG Oostende en Standaar, een eerste keer Racing Mechelen. Met Theo Hillen. Overgenomen van Zazico, Willy Steveniers, ook uit de Antwerpse school. Lucien Michelet, begonnen bij Tunnel Basketbalclub. John Loridon, ommetje gemaakt naar Alemannia Aken. Robbie Hendricks van Penguins. Maas Albert, Jozef van Ransbeek en Jimmy Geens. Dat waren de bekerwinnaars 1963-64. Emil van der Oubermeulen, Fernand Grauwels, Roger Cabollet, Gomard de Laat, Jacques Maas, Maurice Lauwers, Eddy Koutaert en Yvan Krabbe zijn er niet meer bij. Zij hebben de basis gelegd voor de eerste bekerwinst in 63-64. Racing derde in de competitie. Een eerste keer een grote triomf met de beker van België. En één jaar later, 64-65, de eerste kampioenen. Met Theo Hillen, Willy Steveniers, Lucien Michelet, John Loridon, Robbie Hendricks, Alphonse Janssens, Jozef van Ransbeek en Jimmy Geens. De coach is Guy van den Broek. En deze ploeg mag ook een eerste keer in de Europese beker uitkomen tegen Aldershot. Onze gids is Theo Hillen. We gaan met hem op verkenning eerst in de groentehal. Hadden de tegenstanders schrik om daar te spelen? Ja, in elk geval. Zelfs het toenmalige superieure Antwerpse, die vreesde inderdaad de wedstrijden in de groentenhallen, omdat men toen speelde Antwerpse al in een sporthal. En dat was echt een omgebouwde fruithal, die de zondag telkenmaal werd bevolkt door mensen voor de basketbal, Racing Mechelen. Wij in der tijd, wij beschikten toen nog niet over een sporthal in Mechelen. We zijn hier even aan het kennismaken met de ploeg. Jij speelt daar samen met Willy Steveniers hier bij de bal en aan de overzijde stond Cheveigel. Ja, dat waren dus de toenmalige twee grote tenoren, al was daar nog wel een groot leeftijdsverschil. Maar het was in elk geval de toenmalige grote man van het Belgisch basketbal, Cheveigel, Mr. Brein zoals men hem noemde. En dan de opkomende man die niet meer te stuiten was, dat was dan Willy Steveniers. Antwerpse speelde wel al met Amerikanen hier. Ja, Antwerpse speelde toen dat jaar met twee Amerikanen, met Bill Gates, die een grote faam toen genoot. En de tweede was toen Ron Davis. En hier dan in het Sportpaleis voor de grote schok alweer Antwerpse Racing Mechelen, beslissend voor de titel en duizenden mensen, kijk je maar. Ja, dat waren de echte gloriejaren van het basketbal in Antwerpen. Toen is er echt publiciteit gemaakt voor het basketbal. 10.000 mensen in het Antwerpse Sportpaleis. Meer dan de toenmalige voetbalgoden hier in Antwerpen genoten. Dus Antwerpen en Beerschot bijvoorbeeld.
We gaan eens kijken, nummer 25 is Willy Steveniers. Dan hebben we ook Jeff Eigel natuurlijk alweer met nummer 6 hier. Ja, Antwerpen speelde dat jaar zelfs met 3 Amerikanen, waarvan er 2 maar tegelijkertijd op het terrein mochten staan. Dat was dus hier aan de bal Bill Gates weer. Dan had men Ron Davies, die ook het jaar ervoor al bij was. En de derde was dan Larkin Bryant, nog een oud-bekende onder de Amerikanen. Daar is Gates met nummer 5 aan de overzijde dan even jouw ploegmaat uit die tijd, Robbie Hendricks hier. Ja, nummer 4 was Robbie Hendricks, nummer 13 dacht ik was John Laurie dan. Dan hadden we nog Lucien Micheletti, die had normaal nummer 19, ik had nummer 20 of nummer 5 dacht ik, ja. 8 punten verschil bij de rust, in de tweede helft is Antwerpen dan toch wel teruggekomen. Ja, inderdaad. Het werd nog zeer spannend op het laatste. Ik herinner me nog dat ik zelfs de 2 laatste vrijworpen mocht nemen. Na nog een klein incidentje tussen mij en Bill Gates. De scheidsrechter die floot dus voor fout van nummer 5. En toevallig had ik en Bill Gates alle 2 het nummer 5. Dus de vraag ging nu, was het een aanvallende fout van mij of was het een verdedigende fout van Bill Gates? Het was gelukkig in ons voordeel en ik heb toen de 2 beslissende vrijworpen omgezet om een gelijkspel uit de brand te halen en dat ons tevens dan wel de titel opleverde. Dat was de fameuze haak van John Loredon, inkomen en de haak? Ja, dat was, John was daarvoor bekend. Het was ook de periode dat John, hoe moet ik zeggen, echt moeilijk te stuiten was, 2,05 meter. Men had zoiets in België nog niet gezien, een lange speler, maar die tevens toch tamelijk winbaar was. Jullie waren hier dus de laatste kampioenenploeg zonder Amerikanen. Inderdaad, ik denk dat het een van de mooiste herinneringen van mij is. Alleenlijk door het feit dat wij dus met 5 Belgen op het terrein dus kampioen zijn geworden tegen het toenmalige Antwerpse dat dan beschikte over 3 Amerikanen die dag. Dat was de eerste titel voor jullie, 1964-65. De Franstalige pers schreef toen, kijk maar eens, La Belle Histoire du Racing Club de Malines, wat een belangstelling. Ja, de man achter heel die opzet was dus meneer Helas, die helaas overleden is. Dat was de man die het bij Racing Mechelen heeft aangedurfd om dus goede Antwerps talent, dat toenertijd bij Antwerpse niet gebruikt werd, dus Steveniers, Michelet, Robbie Hendricks, Lorino en mezelf, dus naar de groentehallen in Mechelen te halen om daar dan een ploeg op te bouwen die dus de fakkel van Antwerpse kon overnemen. We hebben daar net de oproep gezien tot de bevolking om te vieren. Dat was ook zo. Mechelen stond op zijn kop en dan 65-66 kampioen, maar voor de eerste keer met 2 Amerikanen, Holly Howell en Ron Lomeski. Ja, de evolutie was ook zo dat wij toenertijd moesten optreden dus in de Europabeker. En wij waren echt van gedachte dat we daar ook gensters zouden kunnen maken. Maar toen drong zich wel datgene op wat wij een beetje mankeerden. Dat was dus gestalte op Europees gebied. En toen zijn we toch via de sponsoring dan ook overgegaan tot de aanwerving van Ron Lonesky en Oliver Howell. Hier zijn we alweer bij een topwedstrijd. Racing Mechelen tegen VG Oostende, een van de topploegen uit die tijd. VG Oostende met Lucien van Kerschaver. Ja, Lucien van Kerschaver was de toenmalige tegenhanger van John Loredan. Dat waren de twee grote mannen uit de nationale ploeg, maar die dan bij 2 rivaliserende ploegen speelden. VG Oostende mee in der tijd en ook topverdetten zoals Piet van Heulen en Paul Wenen. Ja, het is ook een wedstrijd van ons geweest. Het eerste jaar dat wij dan met Ron Lonesky en dan Howell, dus de 2 Amerikanen, dan wel in de ploeg bij Mechelen speelden. En wij waren er toen al wel van overtuigd dat wij na een serieuze serie bezig waren om kampioen te spelen in België. Basis 5 waren toen Lonesky, Howell, Steveniers, Hillen en Robbie Hendricks en John Loredan. Ja, het was gewoonlijk altijd of Robbie Hendricks of Lucien Michelet die in der tijd in de ploeg stonden. Lonesky was dan ook de Amerikaan die gestationeerd was in Frankfurt en die het er alle weken voor over had om 700 kilometer met de wagen af te leggen om dus een wedstrijd te komen spelen in de groentehallen nog toe. Hij is wel maar 1 seizoen bij jullie gebleven. Ja, het tweede jaar is hij dan opgeroepen geweest voor de oorlog in Vietnam. En dan, dan zijn we hem kwijtgespeeld en dan hebben we hem dus moeten vervangen op dat ogenblik. Op de bank, coach Guy van den Broek.
Ja, Guy van den Broek, ook een heel speciale figuur. Ook nog een man van het toenmalige Antwerpse. De man die, waarvan wij toch heel veel geleerd hebben en heel veel aan te danken hebben, dacht ik. Bij de tegenstander van Heulen van Kerschaver ook Clément. Ja, het zijn van die spelers die we pas op dit soort beelden kunnen terugzien. Ja, François Clément was ook een man die in de tijd van Ruud Boniel kwam. Dus ook VG Oostende was op dat ogenblik al bezig om dus Antwerps talent naar de kust te halen. Hetgeen dat we nu ook op dit moment zien gebeuren. Kijk eens, en er zijn ook nog vurige supporters, kijk eens. Ja, men bestormde, dat was ook wat men zou kunnen noemen, de harde kern van Mechelen. De mannen met de ogen hoed op en dan een foto eraan bevestigd van hun favoriete idool op dat ogenblik. Vrije worp was het van jou met één hand? Ja, dat was ook nog zo in die tijd, moet ik zeggen, ja. Dat was zo mijn vorm van werpen op dat ogenblik. Die is dan ook later wat aangepast geworden. We zijn hier in de arena dan, alweer voor enorm veel volk. Ja, ik zeg het, we speelden toen echt in de gloriejaren. En was het nu dat we een topwedstrijd tegen Antwerpen speelden, of het was voor de Europabeker, of zoals hier ook tegenover VG Oostende terug. Het waren telkens een wedstrijd dat het echt storm liep. Men heeft daar zelfs nog extra stoelen voorzien, dat was dan wel niet nodig. Maar dat waren toch altijd wedstrijden voor geregeld 3000 tot 3500 mensen op dat ogenblik. Even nog jouw rol met Willy samen. Ja, dat was dus voornamelijk, ja, hier ga ik dus wel afwerken, maar het was hoofdzakelijk op dat ogenblik spelverdelen, maar het was ook langs de andere kant zo. Men nam niet genoegen dat Theo Willem op dit ogenblik, zoals ik al spelverdelers nu zien doen, dat hij maar 8 of 10 punten per wedstrijd maakte. Het was echt nodig. Daar werd een twintiger telkens malen verwacht, maar langs de andere kant was het ook zo dat vooral dus Willy Steveniers in een goede positie brengen en vooral in een 1-tegen-1 positie. Dat was zowat de hoofdzaak op dat ogenblik. 4 punten verschil, voordeel van Oostende. De tweede helft zijn jullie goed teruggekomen. En nog eens zeggen met de nummer 13, Lucien van Kerschaver. Ja, Lucien van Kerschaver was toenmalig toch wel de boeman voor ons. Een man die moeilijk te stoppen werd, ook al omdat hij dus een enorme karkas had. En het was een man waar we echt wel moeite mee hadden en waar we toen de tijd al aan het dachten waren. Als we die ook in onze ploeg ook zouden hebben, dan zouden we toch wel wat lengte en gewicht bij hebben. En dat is dan ook later, in latere jaren gebeurd. En Kerschaver is dan inderdaad bij Mechelen komen spelen. Daar is hij bij de bal, nummer 13. We gaan dan naar de kampioenenploeg. 1966-67, Rondoneski vertrekt. Sois van Oevelen komt bij de kern, maar er is ook Jim Fox bijgekomen dan. Ja, het jaar daarvoor hadden wij tegen een Amerikaan op overschot bij Real Madrid gespeeld. En dat was per toeval Jim Fox. En dat was een man die de bal vlug van het bord nam en dan onmiddellijk dus de tegenaanval lanceerde. En dat was ook weer het type van Amerikanen dat wij zochten. Het was toenertijd ook dat wij bij Racing Mechelen dus steeds ervoor waakten dat wij Amerikanen in dienst namen die zich goed integreerden in de ploeg en die vooral voor het Belgisch potentieel heel nuttig waren. Het is wel zo dat in een later stadium in het basketbal het wel eens anders is geworden. De viering van Racing Mechelen in de stad wordt een vast gegeven. Maar in de Europese selectie uit dat jaar zitten alleen Steveniers en Loridon. Hillen valt uit de boot door een misverstand. De kampioenen 68-69 met twee nieuwe Amerikanen erbij, Lee Clark en Art Beattie. Ook Luc de Permentier verschijnt in de kern, Jean Jacobs en Pros Nedels. Ja, dat was het jaar, dacht ik, dat Steveniers naar Standard Luik is vertrokken. Wij stonden daar dan met een ploeg wel aangevuld en twee goede Amerikanen, maar wel zonder Willy. En dat was echt wel een uitdaging dat jaar, omdat Willy Steveniers was toch een beeld dat mee was verbonden bij Racing Mechelen. We zijn hier bij een wedstrijd aan een van de topwedstrijden uit die competitie, Racing Mechelen tegen Royal 4. Ja, met Sussedoir nog in der tijd, een van de topfiguren van het toenmalige Royal 4. Al dacht ik wel dat op dat ogenblik Royal 4 niet echt meer
de grote ploeg was van Veleer. Maar we zien daar ook nog Jeff Dieu, ook een van de grote mannen die naast Loridan was opgekomen in der tijd. En die toen ook al in de nationale ploeg speelde. Hier zien we dan nog eens die Clark bij de bal. Ook een man die echt ook verhuren heeft gemaakt in het Belgisch basketbal, dacht ik. Prachtige korf van Michelin, eentje van jou. Ja, dat was de spectaculaire racing. Hè? Al was de Veneers daar dan niet meer bij. Nee, het was een ander spel, maar het was ook nog wel zeker zo snel als vroeger en spectaculair. Het was voor ons allen ook een ding. Het was ook een van mijn beste jaren, dacht ik. Want ik ben, als ik het goed voor heb, zelfs toen uitgeroepen dat jaar tot speler van het jaar in België. Dat is nog een beeld van iemand van Royal 4. En dat was dan ook Permentier, die dan toen is opgekomen en die ook een van de betere spelers in België dan is geworden. Die in feite zowat de plaats van Willy heeft ingenomen dan. Spectaculair ook, hè, Lee Clark kon hij zijn. Ja, het was een speler waar echt het Mechelse publiek wat aan had. Het was telkens malen zo. Ik denk dat een van de goede punten is in Mechel dat men steeds zeer spectaculaire Amerikanen heeft genomen. En daar is het publiek op afgekomen. Racing stapt als racingbel in het seizoen 69-70. Groot titelkandidaat, maar alleen de beker wordt gewonnen. Racing heeft ook nieuwe buitenlanders. Dat wordt onder meer Theo Kroes. Hij is 27 jaar, komt uit Puerto Rico, heeft meer dan 200 internationale wedstrijden gespeeld, heeft deelgenomen aan 3 Olympische Spelen, Rome 60, Tokio 64, Mexico 68. In zijn land een van de topvedetten. Heeft gespeeld in Seattle College, ging dan naar Picadero Barcelona in 64-65, keerde terug naar Puerto Rico, maar dan kwam hij naar Racing Mechelen. In de ploeg hadden we uiteraard John Loridon, Theo Hillen, Jeff Eigel, Lucien Michelet, Luc de Permentier, Jean Jacobs, Lieven Vink, Lucien van Kerschaver en uit Tsjechoslowakije kwam de tweede buitenlander Vladimir Pistelak. Racing Mechelen en vooral coach Charles van Heester werden wat ontwricht door de kwetsuren van deze Teofilo Kroes. Als hij speelde, schitterend, maar hij had toen in dat seizoen vaak tegenslag. Seizoen 70-71, Racing tweede in de competitie, maar alweer en voor de vierde keer bekerwinnaar. Met Theo Hillen, Luc de Permentier, Lucien Michelet, Jos Peters, Lucien van Kerschaver, Jean Jacobs, nog steeds Jeff Eigel, Lee Clark is terug. En daar komen dan Steve Vandenbuijk bij, 2 meter 1, 23 is hij, en Vladimir Pistelak. Beelden van toen met de nummer 12, Lee Clark, 2 meter was hij, Theo Hillen rechts, Luc de Permentier links, met de nummer 4, Steve Vandenbuijk. En zo gaan we naar het seizoen 1973-74. Theo Hillen er niet meer bij, de mannen van toen zijn weg, de jeugd krijgt het voor het zeggen. Met Jos Peters, Luc de Permentier, Jacques van Tilo, Paul Dutrieu, Paul Nelissen, Jean Jacobs, Sisse van Wingen, Bill Drosdiak, voor de allereerste keer zien we die naam verschijnen, en Vic Diehl, ook de eerste kennismaking met Vic Diehl. Hij zou jaren ook het vlaggenschip van Racing Mechelen blijven. Kampioen in 1973-74. En dat was voor de allereerste keer in de trui van Maaspils. Vijfde titel kampioen van België voor Racing Mechelen. Robert Marchand was de coach. Hier staan ze in V-vorm met de V van Victory. De kampioenen 1974. En uit die periode nog een memorabele wedstrijd met onder meer Theo Hillen nu als tegenstander van Racing Mechelen. Theo Hillen in de kleuren van Ural van toen, de Antwerpse basketbalfanate heer Van den Berg, had toen 2 ploegen, Antwerpse was er 1 van. Maar kijk maar hier, prachtig gedribbeld, geen korf, maar mooie beweging van Jos Peters. Aan de overzijde ook Tienne Geerts, die in die jaren
tot twee keer toe speler van het jaar werd verkozen. En voor Racing hier Luc de Permentier, Jos Peters met de nummer 10. Dont ook nog herinneringen aan toen, met onder meer ook Gillespie. Jack van Tilo, vertrouwde plaats, vertrouwde jump ook. Hoeveel punten heeft hij van daaruit niet gemaakt? Assist van Theo Hillen en binnen, zoals het in de beste tijd gebeurde met Willy Steveniers, nu aan de overzijde. Van Tilo. En de bal gaat binnen. Racing Mechelen walst over Ural en over de nieuwe ploeg van Theo Hillen. De coach van toen is Robert Marchand en hij kan Racing na 4 jaar weer de titel kampioen van België bezorgen. Incidentje daar, fout van Theo Hillen, zegt Spreutels. Niets van, zegt Theo. Gooit de bal net op de kin van Spreutels, krijgt daar nog een technische bij. Het spel gaat door en de demonstratie van Racing Mechelen blijft aanhouden. Kijk maar eens, mooi getimed, Bill Drosdiak, onhoudbaar op sommige momenten. We krijgen ook een van de kleinste spelers van toen, Jan van Hoeywegen, te zien. Uit Antwerpse school ook zo nuttig in de spelverdeling. Van Tilo voor de Permentier, Van Tilo terug. En daar is meneer Bill. Bal binnen of niet, aangeraakt of niet. Nee, zegt de scheidsrechter, gewoon doorgaan. Van Tilo. Op zo'n momenten was dat wel ijzeren Jack. Permentier. Loopt tegen een dakgoot aan. Geerts Dont. En niet erin. Nu wel in de rebound van Gillespie. Opvallend is dat in deze competitie van de eerste 6 alleen nog Racing Mechelen zich in de hoogste afdeling in de jaren 90 heeft kunnen handhaven. Seizoen 74-75, de 6e titel voor Racing Maaspils. Met Jos Peters, Luc de Permentier, Jack van Tilo, Roger Marien, dat moment de grootste speler in de competitie, Gibbe Ibens, Francis van Wingen, Bill Drosdiak, Vic Diehl en bijgekomen James Lister. James die in de maanden die volgden zijn naam in gouden letters zou bijschrijven in het palmares van Racing Mechelen. Heel even kijken naar de man rechts in beeld onderaan, Rick Samay, toen nog in de trui van Oostende. Seizoen 75-76, Racing Mechelen kampioen, de 3e titel op rij, de 7e in totaal. Jos Peters, Theo Dillissen, Jack van Tilo, Roger Marien, Gibbe Ibens, Sisse van Wingen, Bill Drosdiak, Vic Diehl, James Lister en dan, wat Amerikanen wissel, Kerry Hughes, maar er is ook Cokie Bell bij. Cokie Bell is net als Vic Diehl sinds 68 aanbeland in de Belgische competitie. In 76 is Cokie Bell 30 jaar, Vic Diehl 2 jaar meer, 32. Racing wordt gecoacht in dat jaar door Ivo van Hoek en John van Krombruggen. En de competitie wordt gespeeld in 2 perioden, met eerste en tweede afdeling samen voor de degradatie.
De eerste zes zijn Maaspils, Standaar, Imoscheers, Lier, Brugge, Mosso, Buslier en Senair. En in deze wedstrijd kunnen we even kennis maken met Racing Mechelen, maar vooral met de man daar in witte trui met de nummer 6, Robert van Herzelen. Tot in het begin van de jaren 90 de meest getrouwe clubspeler in België. De man die het meeste aantal wedstrijden heeft gespeeld. Op een rij voor dezelfde ploeg, 426 in totaal. Hoef ik het nog te zeggen dat de man in donkere trui met nummer 12, Bill Drozdjak, is. Bel van Tilo, Jibbe Ibens. En dan uitkijken naar de lange jongens. Hier is Roger Marien er één van. Niet erin. Maar in die periode is racing in de eigen zaal gewoon niet te stuiten. Jos Peters op zijn beste, prachtige assist is dat voor Kokibel. Publiek beleeft daar heel wat plezier aan. En daar is meneer Bill, jarenlang in de competitie, maar in die jaren heeft geen enkele coach in feite het recept kunnen vinden om hem helemaal en bestendig aan banden te leggen. Dat is een fastbreak zoals in het copyboek. En Racing Mechelen heeft daar in de loop van de jaren toch wel een flink patent op gehad. Racing moet dan wachten tot 79-80 op een nieuwe titel. Kampioenen zijn Jos Peters, Luc Becquet, Glenn van Buggenhout, Roger Marien, René Stevens, Jacques Rabé, Willy Steveniers, de keizer is back in town, Ed Murphy, Tony Zino en Ardit Warren. Schitterende Amerikanen zijn dat, Murphy, Zino en Warren. Na 4 jaar weer kampioen, de 8e keer al. Frégère is 2 keer titelhouder geweest, staat daar 1 keer. Racing met Robert Marchand als coach heeft de titel nu beet na 4 jaar. Voor Marchand is dat een leuk gemiddelde, 3 titels en 2 bekers op 8 keer coach zijn. De beste Amerikaan in de competitie van toen, de keizer als Belg. En nog even wijzen op de tegenstander van toen, Aarschot, spijtig genoeg verdwenen uit de Belgische top. Uit die tijd, een van de topwedstrijden al met deze man, John Heat, voor Oostende. En in de trui van Oostende nog Rick Samay, niet te vergeten. Vermoedde niet dat hij in die periode aan het uitbollen was bij Oostende en dat de rode loper klaar lag voor Racing Mechelen. Verslijken hier voor Samay, Mark Brown, jawel, 10 jaar geleden.
Korf van Rick Samay. En ook nog zeggen dat in die competitie voor het eerst play-off werd uitgeprobeerd. Racing Mechelen eindigde vierde. In die competitie was Frégère tweede. Maar de finale van de play-offs ging naar Racing Mechelen met 3-1. In dat seizoen werd deze man Tony Zino ook ontdekt door buitenlandse speurders en werd het meteen duidelijk dat Racing Mechelen hem niet zou kunnen houden. Eén jaartje nog kon hij bij Racing blijven en dan vertrok hij. Frontale botsing daar onder twee Oostendenaars, Roger Marien, bij de rebound en binnen. De wedstrijd was een van de meest memorabele uit de competitie omdat Oostende zo sterk was en de hele wedstrijd lang de indruk gaf dat het Racing Mechelen op eigen veld had kunnen kloppen. Heat, Brown, Samay in die jaren de ruggengraat van Oostende. Een incidentje daar. Kijk, we zijn zeer dicht bij het einde. Nog 4 seconden, stand is 71-72. John Heat probeert nog een nieuwe fout. Heat van op de vrijworplijn. Gooit ze binnen ook. Zegewenkt voor Oostende. In geuren en kleuren stond de overwinning van Oostende toen in de krant vermeld. En men kon het zo aanvoelen dat de overdracht van de macht in het basketbal nakend was. Rebound voor Mark Brown. Oostende wint op Racing Mechelen. Maar de titel gaat later naar Racing. In het seizoen 85-86 is Racing Mechelen derde in de competitie, maar het haalt toch de beker binnen. Met Rick Samay, toen overgekomen van Oostende, Luc Becquet, Ronnie Baier, Rudy van den Bos, Mark Cerneels, René van den Broek, Danny Mebis, Ricky Ravio, ook zo'n prachtige Amerikaan, en Dan Hartshorn. Rick Samay wordt in dat seizoen de speler van het jaar en Ronnie Baier krijgt de titel van rookie van het jaar. Zo gaan we naar de dubbel van 1986-87. Tony Zino, Luc Becquet, Mark Cerneels, Danny Mebis, Ronnie Baier, Rick Samay, René van den Broek, Serge de Boek, de jeugd komt zich aanmelden, Ricky Ravio, Jackie van der Bleken, Dan Hartshorn, Dimitri Lambrecht en Kenny Marchand. Zino is back en Racing Mechelen is kampioen en is bekerhouder. De dubbel van daarnet was voor coach Lucien van Kerschaver. Hij blijft ook aan boord in 88-89 met als assistent Tony van den Bos en als spelers Luc Becquet, Erik Strules, Danny Frans, Ronnie Baier, Rick Samay, Willy Oelbrand, Serge de Boek, Tom Schaefer, Rudy van den Bos, Ron Kellogg, Paul Baier, Bill Vaner en Tommy Davis. Zoals Bill Vaner zoekt naar de bal, gaan wij op zoek naar de nieuwe kampioen met de ontknoping in de titelstrijd. Revelatie van het jaar Erik Strules leidt ons naar het eeuwige duel Racing Mechelen-Oostende.
22 januari, Oostende-Mechelen. De eerste rechtstreekse confrontatie tussen de eeuwige opponenten. Oostende heeft deze Antoine Joubert aangetrokken. En hij wordt de vedette van de wedstrijd. Nog een korf van Vaner, maar Oostende wint 81-89. Het kan weer geloven in het titelduel met de Mechelse profs. 19 februari, Mechelen-Oostende. Racing Mechelen zoekt en vindt de nieuwe laan met Tommy Davis. Hij brengt Racing aan de leiding en wint de rechtstreekse confrontatie met Antoine Joubert. Joubert scoort wel nog een driepunter, het wordt 71-66. Oostende nog 5 punten achter. En hier komt dan een van de mooiste acties uit de competitie 88-89. Bayer Samai, een prachtige alley-oop, 85-75. Het wordt nog 87-80 en niet meer, want rookie van het jaar Strulis smasht tegen de ring. Zo gaan we naar 12 maart naar Mechelen-Brein. Brein en niet Oostende wordt de gevaarlijkste tegenstander van Racing Mechelen. Maar Tommy Davis speelt slecht en moet zelfs voor een tijd naar de bank. Iedereen kijkt naar Trotter, maar Jones scoort 17 punten in 12 minuten. Racing raakt van slag af. Ronnie Bayer, Samai, en het zijn de Belgen van Racing die het moeten doen. Deze Willy Oelbrand probeert wat tegen te doen. Tommy Davis weer ingekomen. Zijn zoveelste missen rebound is voor Samai. En daar gaat Brein op een overwinning af, 80-82. Brein is kampioen van de eerste ronde. 12 april, Oostende Racing Mechelen, de tweede en beslissende halve finale in de play-offs. 82-85, nog 1 minuut 19. Dreigen zwarte wolken boven de Noordzee hier. Uitschakeling van Oostende hangt in de lucht, nog 46 seconden, 3 punten achter. En Racing gaat nu uiteraard de 30 seconden proberen rond te maken. Daar heeft het nog 10 seconden de tijd voor. Bayer gaat die proberen binnen te snijden. Geen driepunter, wel een korf. Laten we maar zeggen, meneer Ronnie Bayer. Als wij zien wat Bayer aanbrengt bij Mechelen en wat deze man dan doet, Amerikaan Kofoed. Bij Oostende, wel, dan helpt de balans duidelijk in het voordeel van de Mechelse spelverdeler, 84-87. Het wordt een finale Racing Mechelen-Brein. We zijn op 26 april, de derde wedstrijd in Brein. De stand is 1-1. De twee ploegen hebben elk één keer gewonnen. Coach Voituron gaat op zijn knieën. Er is een misverstand geweest met scheidsrechter Motard, geeft geen vrije worpen. Voituron wil inwerpen aan de middenlijn en Tommy Davis brengt Racing op 77-77, nog 3 seconden. Er komen wellicht verlengingen. Tirtio wil passen naar Trotter, Vaner zit ertussen, zonder kijken gooit hij en het is dan nog een driepunter. De stand is 77-80, Racing Mechelen wint en komt 1-2 voor. Onwaarschijnlijke ontknoping voor Racing Mechelen. De titelkans wenkt nu weer. ...1-2 voor Racing, het kan het nu thuis afmaken. Hier nog eens de paas van Tirtio voor Trotter, Vaner ertussen. Hij heeft nog precies 1 seconde de tijd om aan te leggen, doet dat ook en hij brengt Racing Mechelen op 77-80. En zo gaan we naar 28 april, Racing Mechelen, Brein. 88-89 is het. En dan gebeurt dit, nog 38 seconden. 1 punt achterstand. Van deze actie hangt het af of Racing alsnog kampioen kan worden of Breine maandag in eigen huis misschien de titel kan binnenhalen. De NF. Trotter moet vrijgemaakt worden, dat is duidelijk. Klok loopt. Moet aanleggen binnen de 9 seconden. Doet dat ook. Bal niet erin. Rebound is voor Samai. En nu 29 seconden heeft Racing om eventueel de korf van de overwinning te maken. Davis gaat, loopt aan, bal binnen. Nee, nee, zegt de Koster. Hij geeft de korf niet. En hij geeft een aanvallende fout van Tommy Davis. Deze beslissing van de scheidsrechter, dat kan de titelviering in de hoogste afdeling meteen 100% beïnvloeden. 88-89 blijft het.
20 seconden nog, trot erdoor. Breinen. En hij mag twee keer aanleggen. En dat is de genadeslag voor Racing Mechelen. 88-91, nog 10 seconden. Alleen een driepunter kan Racing nog redden. Bayer probeert dat, doet het niet. Balvoordeel is voor Breinen. En Breinen komt hier winnen met 88-91. Onwaarschijnlijk. Het publiek is furieus. Scheidsrechter wordt belaagd. De beslissing valt op 1 mei in Brein. Racing 15 minuten zonder Varner komt terug van 90-81 tot 98-99. De tiende titel is binnen. Is dat de mooiste ook? Het is natuurlijk altijd de laatste dat men zegt dat is de mooiste, maar dit is inderdaad het mooiste. We hebben verschillende keren het uit ons handen gegeven. Gedurende het seizoen heb ik een paar fouten begaan. In de play-off hebben we een steek laten vallen thuis in de vierde wedstrijd. En het is inderdaad hier in de vijfde wedstrijd en komen winnen. Het is zeker de schoonste. Een titel als bekroning van het eerste profjaar, maar in 89-90 komt daar ook nog de beker bij. Racing kampioen en bekerhouder met Rick Samay, Ronnie Bayer, Serge De Boek, Paul Bayer, Rudy van den Bos, Erik Struelens, Dirk Snijders, Eddy Leenaerts, Freddy van den Berg, Bill Vaner, Jacek Duda en zijn opvolger Kevin Olms. Racing Mechelen heeft grootse plannen. We luisteren even naar die grootse plannen bij de voorstelling van het nieuwe seizoen. De kampioenen van Racing Mechelen dan. De profs van Lucien van Kerschaver. Vorig seizoen voor de tiende keer titelhouder. En ze zijn nog sterker geworden. Erik Struelens start als de rookie van het jaar. Dirk Snijders mag nu frank en vrij spelen zonder transferperikelen. Eddy Leenaerts is een versterking in het luchtruim. En wie kan Ronnie Bayer stuiten? En dit zullen de Mechelse supporters wel even moeten missen. Racing moet starten zonder Rick Samay. Ik heb in het tussenseizoen een operatie aan de knieën ondergaan. En ik ben nog uit, zeker tot 1 oktober, waardoor dat ik de eerste twee Europese wedstrijden en de eerste drie competitiewedstrijden met Mechelen zal missen. Ben je zeker dat je er dan al 100% bij zal zijn? Wel, tot op heden dus loopt alles volgens schema en de dokter zegt dat alles normaal verloopt zoals dat zou moeten. En ik ga dus nu in de toekomst dus proberen om meer en meer dus het niveau en de trainingsuren per dag op te drijven zodanig dus dat ik tegen de gezegde periode dus moet klaar zijn. Jullie zijn Belgisch kampioen nu, maar het is nu niet meer genoeg. Nu wenkt Europa. Ja, nu, we hebben toch in functie daarvan toch de ploeg serieus versterkt. We hebben Jacek Duda erbij genomen, 2 en 10. Eddy Leenaerts en Dirk Snijders, die nu ook speelgerechtigd is. Dus op die manier hebben we toch, laten we zeggen, een zeer grote en ruime kern. En het is wel de bedoeling dus om die eindpoelen te halen. De investering van vorig seizoen, zeg je nu, geslaagd. Is die Belgische titel genoeg voor jou? Wel, Belgische titel. Uiteindelijk is er maar één ploeg die de Belgische titel kan halen. En ik weet verschillende mensen, zelf aan de kust, die zouden alles voor geven, misschien een rechterarm, om die titel terug te halen. Is het experiment geslaagd? Ik denk van wel. Onze spelers hebben de kern uitgemaakt van de nationale ploeg. En dat zal zeker in de toekomst nog verder zich uitbreiden. Want ik denk dat pas nu de volle vruchten van het professionalisme zal geplukt worden. Je bent een basketbalfan. Mag het bekend zijn hoeveel je investeert in het basketbal met Racing Mechelen? Het totaal budget van Mechelen ligt om en rond de 30 miljoen. Het systeem dat we toepassen tegenover Mechelen is een club te hebben die gezond moet zijn, die dus geen schulden heeft, tenzij ze gewoon gedekt zijn door de brouwerij. En het hangt allemaal af van de resultaten, wat het per jaar kost. Er is dus geen fix bedrag, wij passen de rest bij. Samen met de andere sponsors natuurlijk. Is een Belgische titel dan wel genoeg voor zo'n investering? Nee, als ik zeg het budget is dat bedrag, dan bedoelt dat niet dat dat ook de sponsoring is. Voor het jaar dat komende is, denken wij toch dat de club ongeveer in grote lijnen 2/3, als ze goed werken, moeten inhalen van ontvangsten. Waarbij dus de sponsors het overschot moeten bijleggen. En dan spreekt men toch met 3 sponsors toch maar grosso modo over 10 miljoen. Dat zijn ambities, de realiteit is iets anders natuurlijk. De ambitie van Racing Mechelen gaat recht naar de titel en naar de beker, maar in de play-offs tegen Brein moet het zonder Rick Samay aantreden. Brein is erg goed in de eerste play-off in Mechelen
en komt zelfs op voorsprong omdat Kevin Ooms foutenlast heeft en bij Breine de Amerikanen het zeer goed doen. De Hennep, vliegende tip in en Brein komt op voorsprong. Racing vindt voorlopig niet het goede ritme. Cor van Dirk Snijders en Brein staat 33-36 voor. Hier dan het moment, het mooiste moment uit de competitie. Kijk maar eens wat Bill Varner doet. Racing wint 98-67. Het is 1-0. Zo. 79-74 voor Trotter, het 22e punt. 5 punten voorsprong voor Racing, dat is 25 seconden nog heeft men nu. En nu moet men forceren zoals men het de ganse wedstrijd heeft moeten doen om te scoren. Het radarwerk is nooit echt geolied geweest. 3 punten forceren van Vaner. Rebound voor Tirtio en die zal het uitdribbelen. Nog 14 seconden, zaterdag wordt Racing Mechelen geen kampioen. Terwijl nog een assist voor Marion volgt. Scoren wordt nog wat rooskleuriger voor Breine. 82-74, laatste seconde. Die telt niet meer mee. Breine wint hier met 82-74. Dat betekent dat de stand 1-1 is en dat de beslissing niet zaterdag valt in Mechelen. Maar in het allerbeste geval voor Racing Mechelen. Vandaag over 8 dagen hier in dezelfde zaal in Breine. Trotter boven Streules, niet erin. Niemand scoort nog, maar de tijd loopt en de tijd loopt in het voordeel van Breine. Ronnie Bayer verliest de bal daar en nu gaan we nog naar deze korf kijken. En dat wordt een korf, nee, een fout. Nog 14 seconden. 78-69 is de stand. Scheidsrechters gaan nog even met elkaar overleggen, maar Breine wint. Dat weten de supporters ook, dat weet de coach ook. Niemand twijfelt daar nog aan. En de vraag is alleen, zal Racing Mechelen deze morele klap kunnen verwerken in eigen zaal zaterdag? Het zal daar ook zoals hier voor een vol huis zijn, dat staat vast. Zal de knie van Ronnie Bayer het houden in de beslissende play-off? Dat is de vraag. Bayer erg moedig, doet het goed, scoort ook en Racing Mechelen draait voortreffelijk. Bill Varner boven iedereen uit. Het publiek voelt dat de 11e landstitel binnen bereik ligt. Vaner, Ooms en binnen. Racing demonstreert en bewijst dat het inderdaad de beste ploeg is in de competitie. Voituron doet al wat hij kan om Racing Mechelen af te remmen, maar slaagt daar niet in. Trotter, van een grote individualist geëvolueerd naar een echte ploegspeler, kan Racing Mechelen niet stoppen, met een beetje geluk zelfs nog een driepunter erbij voor Ronnie Bayer. Het feest kan beginnen, champagne mag ontkurkt worden. Racing Mechelen is kampioen in het seizoen 89-90. De profs hebben het weer gehaald en andere ploegen moeten nu maar het voorbeeld volgen. En het Gouden Racing stapt het seizoen 1990-1991 binnen. Met Danny Herman, Erik Struulens, Dirk Snijders, Ronnie Bayer met een klein vraagteken bij, Rick Samai, Eddy Leenaerts, Luc van Voren, Bill Varner, Rudy van den Bos, José Weetman, Fred van den Berg en Danny Frans. Het Amerikaanse duo wordt Bill Varner en José Weetman. Ooms is naar andere gebieden verhuisd waar men inderdaad, zoals het zo vaak is gebeurd in de voorbije jaren, heel wat meer geld veil heeft om goede Amerikanen te betalen. Hier de voorstelling van de ploeg, met onder meer nog Rick Samai en ook bij hem plaatsen we een vraagteken. Hij doet dat zelf ook, zal hij in het seizoen 90-91 nog voluit kunnen gaan met Racing Mechelen. De Europese dromen in de Europese 8, de top 8 arriveren, dat is inderdaad voor Racing Mechelen de grote ambitie. Hier is het overzicht dan, Racing Mechelen, Europees in al die jaren. Het Europese avontuur begint in de Mechelse groentehallen tussen de bloemkolen en de prei in, maar wel voor 2500 toeschouwers. Toch moet Racing er vertrekken. Het is dan gebleken dat wij dat onmogelijk hier konden blijven voortdoen, omdat de temperatuur werkelijk te laag was hier in de groentenhallen.
Racing naar Antwerpen, naar de Arenazaal. Een anekdote nog uit de tijd van toen. Het was dat wij moesten onze eigen doelpalen mee naar Antwerpen nemen, omdat die in de arena niet overeenkwam met de toenmalige reglementen. Wij moesten dus onze doelstellen mee naar Ginder sleuren, zal ik zeggen, die Ginder plaatsen. Racing Mechelen schakelt het Schotse Eldershot uit en ook Helsinki. Maar in de eindronde loopt het op een counter bij Simmental Milaan met een nederlaag van 95-66. En dan komt Real Madrid, de Europese kampioen. Racing speelt hier met Theo Hillen, Willy Steveniers, Lucien Michelet, Jean-Laurent Don en Robbie Hendricks. Vijf Belgen dus. De arenazaal staat op stelten. De vloer ligt er spekglad bij. Racing wordt overspoeld door het enthousiasme van de racingers. Fastbreak, een onvoorstelbare precisie in het aanleggen en een overwinning met 104-95. Winnen tegen Real Madrid, voor Racing de prestatie uit de basketbalgeschiedenis. Ik ben zeer tevreden. Ik denk dat het niet iedereen gegeven is de kampioenen van Europa te kloppen. En ondanks dat er sommige mensen het terrein hebben verlaten, een beetje misnoegd, omdat we onze grote voorsprong te vroeg misschien hebben prijsgegeven, denk ik toch dat we een zeer merkwaardige prestatie vandaag hebben geleverd. In Madrid verliest Racing erg verdienstelijk met 101-99. En dan komt Slavia Praag met Zidek, in de jaren 60, de Europese topspeler. Racing haalt het met 104-92. Ik heb nu gezien dat alle spelers van Racing Mechelen vroom de grote vorm hebben en als ze in grote wedstrijden kunnen overtreffen. En ik wil nogmaals zeggen dat ik me verontschuldig van verleden donderdag, verleden dinsdag, gezegd heb over mijn ploeg dat ze het niet kunnen halen. Ik moet eerlijk zijn, wij kunnen tegen Slavia Praag denkelijk onze voorsprong van 13 punten behouden. Laat ons zeggen met 10 punten winnen. De terugwedstrijd in Praag dan. Racing vertrekt met een voorsprong van 12 punten. Slavia maakt er een heuse corrida van. Maar Racing Mechelen blijft goed bij. Slavia klimt naar een voorsprong van 50-42, 8 punten dus. Even later wordt het 58-44. Racing Mechelen kan niet meer terugslaan. Theo Hillen is geblesseerd, is in de wedstrijd gebleven en heeft ook beslissende vrije worpen gemist. Theo geeft zelf tekst en uitleg. Het is gebeurd op een 5 minuten voor het einde van de eerste speelhelft. Ben ik in aanraking gekomen met de bal en ik heb dus mijn duim omgeslagen. Dan is de rust daarvoor 20 minuten tussen gezeten en die duim is fel beginnen zwellen. Ik heb op dat moment gedacht, wat moet ik doen? Moet ik uit de wedstrijd gaan? En een ander speler in mijn plaats laten opstellen. Misschien had ik misschien beter geweest, ik weet het niet. Ik heb dan gezegd, ja, ik kan op het terrein blijven. Ik kan me nog een volwaardige pion aanstellen. En dan op het laatst is die geschiedenis gekomen met die 3 vrijworpen. Ik was helemaal niet zenuwachtig, dat kan ik gerust zeggen. Maar het was werkelijk door het feit dat mijn duim totaal gezwollen was, dat ik geen enkele controle meer over de bal had. Voor Theo Hillen, de nummer 5, een van de meest bewogen wedstrijden uit zijn carrière. Slavia heeft hem daar niet gespaard, kijkt u maar. Racing wordt ook Belgisch kampioen in 1966 en krijgt bij de Europese landskampioenen Honved Budapest, Simmental, Villeurbanne en Ljubljana voorgeschoteld. Het eindstation wordt Ljubljana. Racing gaat thuis met 6 punten de boot in, tegen alle verwachtingen in. Ik ben ervan overtuigd dat ze misschien wel de oorzaak van het verlies zijn, maar ik normaal 30 of 35 punten maak. Maar ik heb 1 verontschuldiging. Ik zoek nooit verontschuldigingen in een wedstrijd. Maar deze maal heb ik tot alle 8 in mijn bed gelegen. Ik ben te laat op de wedstrijd verschenen. En ik zeg werkelijk, ik was niet waard om op het terrein te verschijnen, want ik had geen condities. Waarom was die samenhang bij Racing Mechelen zo slecht? Wel, ik denk persoonlijk, ik val graag de coach de laatste tijd aan.
omdat zij persoonlijk voor mij de samenhang van de ploeg ietsje beschadigd heeft de laatste wedstrijden. Omdat zij geen echte vijf basisspelers heeft. Normaal bestaat dat niet in basketbal in het Europees gebied. Vijf basisspelers, daar moet u echt een negen hebben. Maar u moet eerst zien dat uw vijf spelers, uw normale beste spelers in vormen, op het terrein verschijnen in goede condities, goede samenhang, vrienden. En dat is bij Racing Mechelen op deze moment niet. Optimist, tot in de kist. De titel wordt verlengd in het seizoen 66-67. Racing Mechelen mag in de beker 67-68 voor het eerst kennis maken met Maccabi Tel Aviv. De kernploeg is op Robbie Hendricks na gebleven. Met Lucien van Kerschaver, Jean Jacobs en Camille Dirks is de bank veel sterker geworden. De Amerikanen zijn nu Lee Clark en Sonny Bastian. Duizenden mensen brengen een onvergetelijke ovatie aan deze man, Tal Brody, de nummer 6, de spelmaker van Maccabi. Maar de Europese reputatie van Racing Mechelen is opgebouwd, vooral door de Belgen. Van den Broek die was onze trainer-coach en die vertelde dus aan die Amerikanen, kijk eens, hele steveniers Michelet, die kunnen maar één ding en dat is lopen. Maar dat kunnen ze dan ook mee van de beste van Europa. En die Amerikanen die hadden dat direct begrepen, die lanceerden de quickbreak. En het was toen dat we dat spetterend basketbal gespeeld hebben, dat bij veel mensen nog is bijgebleven. Dan leefden wij met hart en ziel voor de basketbal. Ik herinner me nog in de tijd, dus het grote Racing Mechelen. Wel, al die jongens die moesten stuk voor stuk de dag van een Europa-bekermatch, dus thuis, moesten die nog allemaal gaan werken. Maar dat deerde ons allemaal niets. Wij waren om 7 uur op onze afspraak, om 7:45 stonden wij op het Europees toneel en gaven wij alles wat wij in ons lichaam hadden. Het laatste wapenfeit van Racing komt in het seizoen 72-73 in de Koradzsbeker. Racing Zagreb. Verder door naar een plaats in de halve finale van de Koradzsbeker. 83-67 is de stand nu. 16 punten voorsprong. Wordt er 18 via Dildrozdjak. 24 punten. Is een tijdje met 4 fouten op de bank geweest, maar nu net weer ingekomen. Mocht Racing die voorsprong kunnen behouden, dan mag men toch wel gerust naar Zagreb reizen. 22 seconden op te spelen van Dildrozdjak naar Luc de Permentier. 32 punten. Beste man, de Mechelen moet worden op 34 nu. Keurig gedaan. Hij is meteen topscorer uit deze wedstrijd. En op de bank bij het Zagreb zit Pleitjas. Kreeg een uitbundig applaus hier van de zaal. Een speler met internationale klasse. Maar als ploeg zelf weegt Zagreb niet zo zwaar. Van Tilo, 3 seconden, 2, 1. Ja! Net op het einde nog een korf van Dildrozdjak. Daarmee wordt de eindstand 115-92. Racing verliest in Zagreb met 87-82, maar dat maakt weinig uit. Racing naar de halve finales. Het schakelt dan ook nog Barcelona uit met 99-87 thuis, 82-78 in Barcelona. Een bonus van 8 punten dus. Racing finalist in de Koradzsbeker, de eerste Belgische ploeg die het zover kan schoppen. De tegenstander wordt Cantu. Bij Cantu verspeelt Racing alle kansen, het wordt 106-75 voor de Italianen. 31 punten verschil dus. Thuis wint Racing met 94-85, maar de Italianen zijn natuurlijk al lang zeker van de eindzege. Voor Jos Peters, Luc de Permentier, Jacques van Tilo, Paul Dutrieux, Paul Nelissen, Jean Jacobs, Dildrozdjak en Bob Kyssen een grote teleurstelling. Maar Racing zal pas later beseffen hoe ver het is gekomen. Geen enkele ploeg heeft Racing tot nog toe kunnen nadoen. Racing is weer kampioen en stapt naar de Europese beker 75-76 met de ploeg Jos Peters, Theo Dillissen, Jacques van Tilo, Roger Marion en Gilbert Ibens, met ook Francis van Winge. Daar zijn bij Vic Diel, Bill Drozdjak, James Lister, Kerry Hughes en Koki Bell. Twee volwaardige ploegen die nu best de finale van de play-offs zouden kunnen spelen. Ter herinnering hier nog even James Lister. En er waren toen geen verende ringen. Voor de basketballiefhebbers die nog meer heimwee hebben naar de tijd van toen, enkele flitsen van de grote namen van het racing van toen. De nummer 12, Bill Drozdjak.
De nummer 11 met een van zijn typische bewegingen, Cokie Bell. En de man bij de rebound met nummer 6, Vic Diehl. De Mechelse dubbele meter Jos Peters past zich schitterend aan, maar af en toe heeft hij toch moeilijk in de rol van waterdrager. Racing schakelt het Finse Turku uit, dan Sofia, maar tegen Varese wordt het een tegenvaller. 74-58 verlies in Italië, 71-62 winst thuis. Varese staat aan de leiding in de eindronde, maar Racing kan finalist worden als tegen Zadar en Villeurbanne wordt gewonnen. Zadar wint thuis met 93-90, maar gaat onderuit in Mechelen met 103-84. Dan komt alleen nog Villeurbanne. Thuis wint Racing met 87-70, 17 punten voor. De finale plaats ligt voor het grijpen. Maar wat is er dan in de terugwedstrijd in Villeurbanne gebeurd? Daar plaatsen we een vraagteken achter. Racing start met een voorgift van 17 punten. Achter de schermen wordt gezegd dat Bob Puikhuizer, een van de Amerikanen bij Villeurbanne en erg vertrouwd met het Belgisch basketbal, een plannetje heeft uitgedacht om Villeurbanne alsnog naar de finale te loodsen. 8000 toeschouwers maken er bovendien zo'n hel van dat Racing in de eerste helft al 20 punten achterstand moet incasseren. 48-28 wordt het. In de tweede helft wordt de voorsprong van Villeurbanne nog uitgebouwd tot 24 punten. Racing ondergaat alles. Het reageert niet, net alsof er daar niets op het spel stond. De leiding van de club is verbolgen. Ik blijf er nog altijd bij dat wij de mogelijkheid gehad hebben van het doen. Met de ploeg, de structuur die we toen hadden, bestond dat. Er was één groot gebrek in heel de ploeg, of in heel het systeem dat er bestond. Het was dat de belangen van de spelers volledig onevenredig lagen met de belangen van het behalen van die beker. Omdat wij als Belg nog altijd beschouwd werden als een secundaire basketploeg of een basketland. Terwijl zij het allemaal maar bekeken op het nationaal niveau en die internationale competities. Dat was zeer lollig om mee op reis te gaan en als men won, des te beter. Maar het was onvoldoende professioneel aangenomen. De sponsor zal de kraan dichtdraaien, maar Racing scoort toch nog vrij hoog in de Europese beker van de landskampioenen van 76-77. Amstelveen, Tours, Wenen, Varese, Real Madrid, Moskou, Maccabi Tel Aviv en Spartak Brno doen de Mechelse sporthal vollopen. Nationaal wordt Oostende landskampioen. Racing Mechelen moet voor het eerst sinds 20 jaar de plaats ruimen voor de concurrentie. Het seizoen 78-79, Racing Mechelen speelt in de Courage Cup, de 100ste Europese bekerwedstrijd. De vedetten van toen zijn present. John Loridon, Cokie Bell en Vic Diehl. Gilbert Ibens. Willy Steveniers natuurlijk. En Lucien Michelet met coach Robert Marchand. Het wordt een jubileum in mineur. Hapoel Tel Aviv, dat thuis met 93-70 heeft gewonnen, spreekt niet zoveel mensen aan. Racing heeft in 11 bekertoernooien telkens de eerste ronde overleefd, maar precies nu op de jubileumdag tegen Hapoel Tel Aviv gebeurt dat niet. Racing komt 2 punten tekort en is uitgeschakeld. Handle the ball, everybody.
They're more aggressive. They agree, can do everything off the refs. Get the so girl we can the do other it side. All. Right, we go, can go, do it. Bring the girl on the other side. Let's go. Race, let's go. In 82 in de Courage-beker komt er nog een goede periode. Racing speelt dan met Jos Peters, Erik Rogiers, Glenn van Buggenhout, Herman Houwaert, Danny Mebis, Tony van den Bos, nu de nationale coach, Stan Meeuw en James Lister. In het seizoen 85-86 wordt Racing Mechelen bekerhouder en 1 jaar later is het weer kampioen na een onderbreking van 7 jaar. 88-89 dan in de Courage-beker. Racing kan nog even de sfeer van de mooiste dagen oproepen. Benfica, Gran Canarias worden uitgeschakeld. In de eindronde treft het Rode Ster Belgrado, Zaragoza en dit Milaan. Milaan van Mike D'Antoni, van Bob McAdoo en van Premier. Racing verliest met 88-93, maar het heeft schitterend gespeeld. Racing Maaspeil stapt de jaren 90 in met als referenties 11 keer kampioen van België, 7 keer bekerhouder, de enige Belgische ploeg die ooit een Europese finale speelde. Tot waar leidt het pad van Racing in de jaren 90? Komt het ook op het veld met de prestaties in Mundovisie, zoals die keer toen Tony Zino het bord aan Diggelen sloeg? ...70 minuten retro, 70 minuten terug in de tijd. Racing Maaspils op weg naar een nieuwe toekomst.